President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren van start gegaan met een nationaal dialoog. Tijdens deze dialoog worden er gesprekken op nationaal niveau gevoerd, waarbij maatschappelijke organisaties meedenken en oplossingen kunnen aandragen voor de ontwikkeling van Suriname. Op de eerste dag van de nationale dialoog zijn er gesprekken gevoerd met de Surinaamse Orde van Advocaten, het bestuur van de ADECUS, de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Vals, Kol en Ravaksuur. Tijdens het gesprek met de Surinaamse Orde van Advocaten heeft de president zijn erkenning uitgesproken voor de democratie, de rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting. Het bestuur van de ADECUS pleitte ervoor de drempels naar de Nationale Ontwikkelingsbank weg te nemen voor studenten. De universiteit heeft ook te maken met het wegtrekken van kader naar het bedrijfsleven en het buitenland vanwege onaantrekkelijke salarissen. De journalistenvereniging heeft benadrukt dat journalisten geen enkele politieke verantwoordelijkheid hebben, maar feiten onderzoeken. De Vals heeft de regering gevraagd de voorstellen die vorig jaar zijn ingediend voor lotsverbetering voor haar leden in heroverweging te nemen. Ravaksuur is van mening dat inkomsten van het land substantieel verhoogd moeten worden. De maatregelen van de regering moeten erop gericht zijn om daadwerkelijk de economie te verbeteren.